Vrienden, Emmen, jullie zien hem zitten. Ja, daar is hij, Michael de Leeuw. Ja, vorige keer was het nog hola die jo, Michael. Ja, toen was de stemming... Maar nou even niet, hoor. Toen was de stemming iets anders, hè? Ja. Ja, ik had ook andere dingen verwacht, eerlijk gezegd. Ja, dat zei jij ook. Je zei van, ja, maar of we winnen de play-offs, of rechtstreeks gaan we ons redden. En... Ja. Hey, van alles niks. Nee, een paar doelpunten te weinig in de competitie gemaakt. Ja. En dan zie je dan toch wel weer dat zo'n play-offs natuurlijk weer... Ja, dat het ook wel weer iets onbegrijpelijks, onberekenbaars. En want volgens mij zijn alle favorieten, weet je, Almere en de Graafschap in de eerste ronde. In ronde 2 gingen wij eruit. En uiteindelijk was het NAC, NEC. En dat wint NEC. En dat, misschien is dat wel ook wel weer het mooie van de play-offs. Maar ja, zelf kijk, is het natuurlijk helemaal niet mooi. Want wij hadden... Ja, voor ons is het balen natuurlijk, hè, dat je in zo'n wedstrijd... waarin je gewoon genoeg kansen creëert. Alleen, ja, we scoren niet. En dat was denk ik het grote probleem in die wedstrijd. Ja, en wat een wedstrijd was dat, jongen. Van jullie, van Emmen, jullie waren beter. En toen kregen die strafschoppen. En toen na afloop ook nog het gedoe met die Anko Jansen. Vechten met die supporters. Wat was dat allemaal, man? Ja, inderdaad. Dus heb je die strafschoppenserie natuurlijk. En daarna, ik denk dat overal de emoties loskwamen. En... Ja, jij was erbij, je stond er volgens mij tussenin, tussen het knokken en weet ik veel wat. Ja, nou ja, uiteindelijk is het allemaal met de sisser afgelopen. Ik denk dat er niet heel veel, ik denk dat er over en weer wat werd geroepen, maar ja, verder niet echt veel, weet je. Uiteindelijk viel het allemaal mee. Goed, maar hoe was het toen in de kleedkamer? Wedstrijd afgelopen, jullie zijn gedegradeerd en toen? Ja, stil. Heel, net een begrafenis in de kleedkamer, weet je, omdat niemand het, weet je, we hadden het allemaal niet verwacht. We zaten namelijk vol vertrouwen, we hadden die laatste wedstrijd in de competitie natuurlijk, we zaten er echt lekker in. En als je dan toch degradeert in zo'n, in een wedstrijd, dat je wel gewoon bovenliggend bent en ook wel de kansen hebt gecreëerd. En dan uiteindelijk met penalties via een loterij... eruit vliegt, ja, is dat wel pijnlijk, ja. Dat besef ik wel gelijk bij iedereen, ja. Wat werd er gezegd in de kleedkamer? Vertel het mij nou eens even, hoe gaat dat dan? Ja, helemaal niks. Echt, er wordt echt gewoon helemaal niks... Is het zo doodstil gewoon? Ja, bijna wel. Je hebt een paar jongens die schelden. Wordt gevloekt? Oh, oké. Okay. Wordt wel wat gevloekt, maar niet zozeer na elkaar, maar gewoon meer... In het algemeen, ja. Ja, in het algemeen van hoe we dit weg kunnen geven. En, maar verder vooral wel doodse stilte. Dat is wel, de doodse stilte is wel het grootste wat overheerst. Het is doodse stilte en daarna. En hoe gaat het dan verder dan? Er waren nog een paar jongens in de kleedkamer. En daar praat je dan wel een beetje mee over... Waar gaat het dan over? Ja, dan gewoon momenten in de wedstrijd van, weet je, hier, dat we hier niet... Over de goals analyseren. Ja. Ja, ik moet zeggen dat na zo'n wedstrijd wordt er vrij weinig echt gepraat. Het is meer... Geluid maken, een beetje geluid maken. Een beetje geluiden uitwisselen zo, ja. Iedereen die ik weet niet, toch een mokerslag. Je hebt toch even... Iedereen is een beetje verdoofd. Ja, toch wel een tik natuurlijk. Maar vooral omdat het onverwachts is. Kijk, wij hadden gewoon niet verwacht om door die flow waar we in zaten de afgelopen weken, wij gewoon helemaal niet in de eerste ronde er al uit zouden gaan. Nee. Ja. Maar ga je naar huis nog? Ga je dan naar huis en wat dan? Wat doe je dan? Nou ja, ik was laat thuis. Wat dat dan? Ja, ik was laat thuis, dus alles en iedereen lag hier al op bed. Ik heb in mijn eentje in de bank. Het gezin lag al op bed. Iedereen was aan het bed. Iedereen was aan het bed, ja. Het was gezellig thuiskomen ook. Goeie god, zeg. Ja, nee. 1:30, 2:00 denk ik was ik thuis. Ja, zoiets kwam niet thuis. Dus iedereen ligt te slapen. Iedereen lag al op bed. De kindjes lagen op bed. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook geen zin om dan allemaal te praten, hoor. Ik vond het wel prima zo. Lekker rustig. Ik heb even tot een uurtje of 3 heb ik nog op de bank gezeten beneden. Oh, dan kan je toch niet slapen dan? Nee, ik heb sowieso slecht. Nee? Nee, slecht geslapen.
slecht geslapen, weinig geslapen, ja. Ja, 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 echt waar, ja. Ja. Want ik heb die supporters van Emmen, heb je die ook gezien? Ja, ja, zeker. Die tranen van die mensen. Maar echt, echt grote, grote tranen van verdriet. Ja, logisch, logisch, weet je. Je beseft gewoon ineens dat je weer teruggaat naar de keukenkampioendivisie. Daarom, dat besef is er bij iedereen, van wat er nu gaat gebeuren. Ja, maar wat een pijn dat doet bij die mensen gewoon. Ja, ja, ja. Maar voelen jullie die pijn dan ook als speler, of niet? Ja, natuurlijk. Weet je, er zitten ook iedereen degraderen wil je niet op je cv hebben. Weet je, en je beseft allemaal wat het met de club gebeurt. Je beseft maar al te goed wat dit natuurlijk met een club doet. Weet je, die gaan weer terug naar de keukenkampioendivisie. Dan moet je of zo snel mogelijk weer terugkomen. Maar anders is het gewoon heel lastig. Kijk maar naar al die clubs die nog, die grote clubs die nog in de keukenkampioendivisie. Dat is niet makkelijk. Nee, nee. Wat ga je zeggen tegen de aanhang van FC Emmen? Wat ga je die mensen nou vertellen? Kom op, Michael. Nou, ik ga ze vooral bedanken. Bedanken voor de afgelopen 3 jaar. Ja. Persoonlijk, weet je. Ik heb echt 3 topjaren gehad bij Emmen. En als je ziet hoe die club eigenlijk achter het team hebben gestaan de afgelopen... Eigenlijk achter de hele club, die supporters. Die hebben gewoon eigenlijk een helemaal... En dit jaar zag je het helemaal goed. Hè? Dit jaar heb je helemaal gezien wat voor supporters Emmen heeft. Want we hebben 22 wedstrijden als kneuzen op het veld gestaan. En nog kwamen ze. En nog stonden ze daar te klappen, vuurwerk af te steken. Je mocht niet in het Moenagen. Je mocht niet eens in het stadion komen. Nee, en toch waren ze er elke keer. Ja? En ook elke keer weer voor die belangrijke wedstrijden op het einde. Elke keer dat extra steuntje in de rug. Die laten zien dat ze dat steunen. En dat vond ik ook wel heel mooi. Afgelopen zaterdag, toen wij dus met het team een teamafsluiting hadden. Ja. Blijkbaar was dat ergens doorgekomen, dat wij dus met het team een afsluiting hadden. Hè, omdat we even op de club met iedereen laatste dag met elkaar. En toen stonden er ook een paar 100 supporters. Ja. En dan zie je wel van, dit is Emmen. Ja. Dus supporters dan ook gewoon daar staan. Je bent gedegradeerd. En iedereen voelt zich slecht, maar toch staan ze daar om samen toch een soort statement naar elkaar te maken van wij staan achter deze club en ook volgend jaar. Maar luister, ja, want dit is voor jou ook een klote afscheid. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Jij had natuurlijk graag gedag gezwaaid. Ja. En in de Eredivisie gebleven en het is allemaal niet uitgekomen, is niet doorgegaan. Nee, dat was het perfecte afscheid, hè. Om nog een feestje te vieren dat we in de Eredivisie waren gebleven. Dus nu toch een beetje een klote afscheid. Ja. Ja. Nou goed, je hebt ze in ieder geval bedankt daar in Emmen. Ja. En ik denk dat ze dat heel erg appreciëren. Hè? Toch? Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Hey. Weet je, die club blijft, Emmen blijft voor altijd, zal altijd in mijn hart blijven. Ik heb er echt... Kijk. Dat dacht ik al, dat vermoeden had ik al. Ja, weet je, ik kom daar ook zeker, ga ik wedstrijden kijken. Dus die club, ik zal voor altijd verbonden blijven aan Emmen, weet je. Ik heb daar zulke mooie jaren gehad, dankzij de supporters, teamgenoten en iedereen die bij de club werkt eigenlijk. Dus Emmen zit hier? Zeker, zeker. Ja? Ja. Ja. Goed zo. Nou, dat is goed om te horen. Ja, toch. Hey, dankjewel Michael en alle succes verder, hè. Dankjewel, dankjewel. Yo, mooi.